Kijkers, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. En in dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag hebben wij voor u in focus. Zesde CARICOM Cubatop, dit jaar in Guyana. Instituut voor Internationale Betrekkingen organiseert lezing. Binnenkort EU-CELAC meeting in Suriname. Jorginho Wijnaldum wordt gehuldigd. Groente en fruit worden op een veilige manier geplant. En het Koninkrijk Marokko, belangrijke partner voor Suriname. De minister van Buitenlandse Zaken van Marokko, Nasser Bourita, heeft onlangs een bezoek gebracht aan Suriname. Tijdens dit bezoek zijn er gesprekken gevoerd over het intensiveren van de relatie tussen Suriname en Marokko. Ook is er een document ondertekend voor het uitdiepen van de bilaterale samenwerking. Minister Beagley over dit bezoek. Laat mij als eerst zeggen dat Marokko, of het Koninkrijk van Marokko beter gezegd, een heel belangrijke partner voor Suriname is. U weet dat wij in ons buitenlands beleid de afgelopen periode onder regering Bouterse 1 en 2 heel gericht op zoek zijn gegaan naar diversificatie van onze partners of het intensiveren van de reeds bestaande relaties. Zo bestaat de diplomatieke relatie met Marokko al sinds juli 2004. En we hebben in de afgelopen 5, meer nog de laatste 3 jaren, heel erg intensief gekeken naar hoe Marokko, een land op het Afrikaans continent, rekenend tot het Afrikaans continent, maar ook Arab, in de Arab world bekend, zijnde, betrokken. Hoe kunnen wij daarvan goed gebruik maken, maar tegelijkertijd op basis van wederzijds voordelen en eigenlijk respect. We hebben toen op uitnodiging van de minister van Marokko in 2017 november een bezoek, officieel bezoek afgelegd. En u kunt zich heugen dat ik vanaf dat moment heb aangegeven dat de Minbusa van Marokko een wederbezoek zou afleggen. Hij is namelijk nu pas voor het eerst sinds hij Minbusa is in deze regio. Hij gaat naar Brazilië, naar Chili, naar El Salvador en naar de Dominicaanse Republiek. En Suriname is erbij opgenomen. En in dit verband hebben wij gekeken naar eigenlijk de samenwerking die dus al loopt. En het feit dat we elkaar heel vaak ontmoeten. Marokko is in de NAM, Marokko is in OIC, is een UN-lidland. Dus we zien elkaar heel vaak in de marge van deze meetings. Tijdens mijn ontmoeting in november 2017 hebben we 5 documenten getekend. Maar meer nog hebben wij een roadmap getekend. Eigenlijk een heel uniek document. Het houdt concreet in dat wij op een aantal gebieden samen gaan werken. Heel concreet, middels beurzen, middels uitwisseling van technische capaciteit, maar ook financiering, ontwikkelingsfinanciering. En in dat verband wil ik noemen dus toerisme, landbouw, energie. Ik wil ook noemen de diplomatieke relaties, in ieder geval versterking van de diplomaten over en weer, de militaire samenwerking en transport en gezondheidszorg. Op het gebied van diplomatie hebben wij vorig jaar volledig betaalde beurzen als het ware kunnen afwerken met 15 jonge diplomaten die er naartoe zijn gegaan. Vandaag zijn ze in de dienst, sommigen zijn van andere instanties, maar we hebben dat kunnen afwerken. Maar we hebben ook met de ondersteuning van Marokko nu het toekomstige hoofdkwartier van het instituut, het Suriname Diplomaten Instituut, zijn we aan het renoveren, het oud Buza-gebouw. Verder hebben wij ook de Militaire Academie, vallende onder het ministerie van Defensie. Daar is er ook ondersteuning uitgeput. Concreet kunnen we zeggen dat dit bezoek heel timely is. Omdat wij hebben gekeken naar de noodzaak om handel te gaan doen met elkaar. Maar je kan pas handel doen met elkaar, economische betrekkingen verstevigen, als je raamwerkovereenkomsten hebt. Dat is 1 aspect ervan. Daarmee zijn we nu bezig in onderhandeling. Maar tweede is, als je geen connectiviteit hebt, kan je zo luid schreeuwen van de daken dat Suriname een hop is, omdat we de dichtstbijzijnde hoofdstad naar Europa vanuit de regio zijn, maar ook één
richting Afrika. Tegelijkertijd zijn wij onze haven, nieuwe haven, een bijzondere haven in de regio. Maar ook de Tangermet Port in Marokko is een bijzondere poort. En we willen tussen deze twee havens connectiviteit gaan ontwikkelen. En dat is wat belangrijk is. We hebben heel lang hierbij stilgestaan, breedvoerig nagekeken. En de minister heeft de toezegging gedaan dat niet alleen Air Marokko kan gaan praten met spelers hier nationaal, maar dat we ook een Air Services Agreement moeten tekenen. En daarnaast zo snel mogelijk onze havens gaan verbinden. Suriname maakt zich samen met andere landen sterk om de wereldwijde drugsproblematiek het hoofd te bieden. In dit kader organiseert Suriname op 20 en 21 juni 2019 een high-level EU-CELAC-meeting. Tijdens deze meeting zal er met alle andere participerende landen van gedachten worden gewisseld over de te nemen stappen voor bestrijding en indamming van de drugsproblematiek. Het is goed te weten dat wij vorig jaar, 2018, ook al co-host waren van dit evenement. Dat was dus in Bulgarije. En wij hebben ervoor gekozen, samen met de Buitenlandse Zaken, om dit jaar weer de co-host te zijn, maar dan als gastland, om als gastland op te treden, om op dit mechanisme te kunnen ontvangen en te organiseren in Suriname. We hebben daarvoor gekozen omdat Suriname een voorgoede rol wil vervullen in de strijd tegen drugs. Wat de bedoeling is van deze meeting, is om met alle andere aanwezige landen, de genodigden, van gedachten te wisselen. Ja, er zal een uitwisseling van die best practices plaatsvinden, maar ook die bad practices. De ervaringen zullen met elkaar gedeeld worden. Alleen maar om te komen aan een stukje aanscherping van ons eigen drugsbeleid. Ja? Daarnaast moeten we ook bekendheid geven aan Suriname. We moeten dat deel van toerisme niet vergeten. Dat is in het verlengde van de bestrijding van ons drugsproblematiek. Waarom is Suriname? Ja, erbij komen kijken ook. Suriname wordt gezien, en dat kunnen we niet ontkennen, als doorvoerstaat, doorvoerhaven. Wij produceren niet. Dat gebeurt in Latijns-Amerika. En via Suriname gelukt het mensen soms om de drugs door te voeren naar Europa, Amerika en Zuid-Afrika. Vandaar dat die samenwerking van eminent belang is. In 2003, tijdens de OAS Special Summit on Security, hebben wij met elkaar gezien binnen de regio dat je veiligheid niet meer kan bezien vanuit staatsveiligheid, de enge benadering, waarbij je alleen maar zou kijken naar de veiligheid verdedigd door militairen. Vandaag aan de dag wordt veiligheid heel breed aangepakt. Het wordt multidimensionaal bekeken en op grond daarvan wordt veiligheid gezien in samenhang met nationale ontwikkeling. Dus veiligheid en ontwikkeling gaan samen, die kan je niet loszien van elkaar. En als je dus zou kijken naar het directoraat Nationale Veiligheid, wij praten altijd over de garantie die wij moeten bieden voor het waarborgen van de nationale veiligheid. Dus in contact, in relatie, in samenhang met de nationale ontwikkeling. Dus het is een aaneensluiting van verschillende zaken welke besproken gaan worden. En dat alles, wat Suriname betreft, zal plaatsvinden onder eigenlijk supervision van het Nationaal Drugs Masterplan. Welke geformuleerd is op basis van de gedragsverplichtingen waaraan Suriname ook moet voldoen. Maar alles valt in staat met samenwerking tussen verschillende actoren. Op 13 en 14 juni 2019 wordt de 6e CARICOM Cubatop op ministerieel niveau gehouden. Deze vergadering wordt gehouden in aanloop naar de vergadering van de staatshoofden uit de regio die het volgend jaar zal plaatsvinden. Nog eens, minister Bigli.
dat Cuba zich sterk heeft gemaakt in de regio voor ondersteuning en samenwerking als het gaat om klimaatsverandering en de effecten daarvan tegen te gaan. En in dat verband heeft Cuba zich uitgestrekt als een grote broer om de regio te assisteren. Hoe moet u deze komende vergadering zien? U moet het zien als één die de zesde is op ministers van BUSA-niveau en zal voorbereiden de ontmoeting van presidenten en staatshoofden, regeringsleiders in de regio volgend jaar. Dus wij gaan nu SEC als ministers kijken. Wat is er op ons niveau dat wij nog kunnen doen, aanscherpen, aandikken om met Cuba op het niveau eigenlijk de banden strakker aan te halen. Ik denk dat het belangrijk is om voor wat Suriname betreft een ander sector te highlighten. Dat is toerisme. We hebben hier al op weekbasis ongeveer 1000 toeristen die hier naartoe komen. SEC om te shoppen, dat betekent een hele economische opleving voor Suriname. En de mensen komen hier naartoe, ze vinden het prettig om onze cultuur mee te maken, maar meer nog ook om de economische voordelen op te strijken. Voor ons als land betekent het een directe impuls in onze economie, omdat je daarbij dus bedrijvigheid krijgt en ook werkgelegenheid creëert. Dus kortom, deze vergadering in Guyana is heel essentieel. Is zelfs belangrijk voor Suriname vanwege de bilaterale aspecten die spelen, maar ook de regionale en multilaterale aspecten die spelen. En het ligt in de bedoeling dat we heel niet lang van nu af de minister van BUSA van Cuba op bezoek zullen krijgen. Maar het is ook goed te memoreren dat onze president vanwege zijn drukke agenda nog niet is ingegaan op een uitnodiging die er sinds vorig jaar is om een officieel bezoek af te leggen aan de president van Cuba. Dus al met al, we hebben ook in Cuba een missie die er zit en onze ambassade zal omslag maken om de sectoren voor diversificatie, dat is in deze toerisme, maar ook handel, een impuls te geven in deze relatie. De meeting vangt aan eigenlijk op vrijdag, maar het is gebruik dat wanneer we als CARICOM een ontmoeting hebben met een derde partner, wij altijd een caucus hebben. En dat is de caucus op 13 juni. En dan gaan wij ons voorbereiden. Wie zal wat zeggen? Waarover zullen we het hebben? En dan gaan we naar Cuba toe om met één stem als regio te kunnen praten. En ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om ook te entameren dat het voordeel om als één stem te praten recentelijk weer is geleverd, want we hebben gezien hoe Sint Vincent en de Grenadines eigenlijk een kleinste eiland dat nu voor het eerst een niet-permanente zetel zal innemen binnen de Veiligheidsraad bij de Verenigde Naties, door die één stem van ons vandaag zo een zetel heeft kunnen bemachtigen. En onze president heeft inmiddels een felicitatieboodschap doen uitgaan aan de premier Gonçalves van Sint Vincent. En ik wil ook aangeven dat Suriname, het lijkt ver van nu, maar reeds voor 2043 en tot 2044 haar kandidatuur heeft gepresenteerd voor wat betreft een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad. En dat is belangrijk dat je dan allianties hebt om dat te kunnen pushen. Het Instituut voor Internationale Betrekkingen van de Anton de Kom Universiteit van Suriname organiseert op vrijdag 14 juni 2019 een lezing. De lezing wordt gehouden over voormalige Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken, tevens de gewezen ambassadeur Henk Heidweiler. De heer Justus Hewaki hierover. Henk Heidweiler is voor ons een bijzondere ambassadeur geweest. Ik zeg bijzonder omdat ambassadeurs eigenlijk een land vertegenwoordigen. Dat is het meest makkelijke in hun job, maar Suriname's standpunt verdedigen op een waardige wijze, dan hebben we dus Heidweiler als voorbeeld onder de diverse ambassadeurs. Heidweiler begon met zijn diplomatieke carrière bij de VN-missie, maar dat was voor de onafhankelijkheid, waarbij hij gevolmachtigd minister was voor Nederland.
Daarna, na de onafhankelijkheid van Suriname, is hij in New York gebleven, maar dan wel als ambassadeur van Suriname bij de VN-missie en ook als ambassadeur in Washington voor Suriname. Het doel van deze lezing is om de kennis over buitenlandse betrekkingen te laten gaan naar zij die dat nodig hebben, zij die dat willen hebben. Het is een actuele topic en het gaat over mensenrechten in de hedendaagse ontwikkelingen. En je kunt je afvragen, ja, mensenrechten in de hedendaagse ontwikkelingen, mensenrechten. Het begon allemaal in 1946, na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de VN een commissie in het leven riep om te voorkomen wat zich heeft voorgedaan tijdens de Tweede Wereldoorlog, de gruwelijkheden naar menselijkheid toe. En dan zul je de vraag stellen, is het werkelijk gestopt? We zeggen nee, want we zien het is een niet ver van onze bedshow, dat er nog steeds mensenrechten schendingen plaatsvinden. En om mensen bewust van te maken en te helpen om dit te kunnen mitigeren, we praten niet over stoppen, te mitigeren, heeft het IER, dat is het Bureau Internationale Relaties van de Anton de Kom Universiteit gemeend, om deze topic aan te snijden en zeer zeker voor de grote groep Surinamers die dat willen. Deze lezing wordt gehouden in het auditorium van Self-Reliance. Dat is aan de Herenstraat en dat is op 14 juni. Ik herhaal 14 juni om 1900 uur, oftewel 7 uur 's avonds. Deze lezing is bedoeld voor toekomstige diplomaten, mensen die belast zijn met internationale betrekkingen. Dus we kunnen kijken naar onze mensen van BUSA. We kunnen kijken van mensen van justitie die te maken hebben ook met deze topic. We kunnen ook gaan kijken naar studenten die doen aan internationale betrekkingen. En ook zij die heel veel belangstelling voor dit onderwerp hebben. De spreker voor de avond is mevrouw meester Margo Waterval. Waarom hebben we speciaal voor haar gekozen? Nou, meester Waterval heeft in Amerika gestudeerd. Daar heeft ze haar master gedaan in mensenrechten. Ze heeft in de VN-commissie gewerkt. En ik dacht dat het moet zijn 9 jaar lang. En heeft het ook zo ver geschopt dat ze vicevoorzitter is geweest van de Mensenrechtencommissie van de VN. Ze heeft ook in diverse mensenrechtencommissies gezeten in Suriname. Is ook docent geweest op de Anton de Kom Universiteit in de topic mensenrechten. Zie daar een doorgewinterde functionaris en een doorgewinterde inleidster voor deze topic. Aquaponic en hydroponic zijn alternatieve plantmethodes om groenten en fruit op een veilige manier te planten. Helmond Proeven, landelijke coördinator, vertelt aan ons wat het voordeel hiervan is. Het aquaponic project is eigenlijk een initiatief van de president van de Republiek Suriname om eigenlijk de schoolkinderen en de leerkrachten bewust te maken over veilig voedsel en ook de alternatieve landbouwmethodes. Natuurlijk is het heel erg belangrijk om te beginnen bij de schooljeugd zoals u ziet. En omdat we weten dat kinderen heel weinig bewegen, eigenlijk niet meer gestimuleerd zijn om in de tuin te planten. Heeft de president bedacht om op zo'n manier, los van veilig voedsel, de kinderen weer te triggeren om agro te gaan doen. En we hebben het gemerkt op de diverse scholen, de enthousiasme bij de kinderen. Dus we denken dat dit een heel erg goed initiatief is om ermee door te gaan. De scholen kregen dus van de regering, met name de president, zo'n landbouwkas waarin we een aquaponics systeem hebben staan. Maar ook zien de kinderen hoe mama en papa het al die tijd hebben gedaan om te planten zeg maar, met zwarte aarde. En ze kunnen dan bewust een keus maken, omdat
de alternatieve landbouwmethodes, bijvoorbeeld de aquaponiek, andere voordelen heeft. Je hebt dus vis om te eten, maar je hebt ook je gezonde groenten. We doen het door middel van trainingen, dus het is niet alleen dat we die kas opzetten, maar er is ook een natraject van training en monitoring, waar we dus de kinderen en de leerkrachten ook nog bij staan. Daarnaast leren ze ook hydroponiek, waarbij we met digitale meters de kinderen en de leerkrachten leren planten. Dus alles, eigenlijk alle methodes worden ze eigenlijk bijgebracht. Het voordeel is, hier hoef je niet echt te gaan bukken om te planten, toch? Is ja, minder moeite maken. Oké, okay, het kost wel geld, maar dan heb je dat voor één keer al, toch? En ja, dus voor altijd. Want ze vinden het ook interessant. In het begin was het wel een beetje, ze vonden het zo vreemd. Ze hebben geleerd om in water te planten. Hoe kan dat nou? Toch? Dus we zijn ermee begonnen en ze vonden het echt interessant, want ze waren zo nieuwsgierig. En elke keer komen ze om te kijken van hoe het gaat met de plantjes. En ze zien het, hè, dat ze groeien. Toch? Ze vinden het geweldig dat we planten in water. En ja, ze hebben ook gezien dat het gaat met vissen. Proces, alles daar zo, dus ja. Nou, we planten groenten, bitawiri, tijerblad, peper enzovoort. Ik vind het leuk om te planten, omdat je kan het ook verkopen en je kan ook geld ermee verdienen. Zodat je ook etenspullen kan kopen voor je huis. En spullen gewoon voor je huis, misschien bankstel, je kan het sparen. Niet helemaal, maar ik heb wel gehoord ervan dat we niet met zwarte aarde gaan planten. Maar we gaan vissen eten geven, dus vissenvoer. En wanneer ze gaan poepen, gaan we het in 3 containers uitwerpen. Ik vind aquaponics beter. Waarom vind je het beter? Omdat de planten heel snel groeien en het is een beetje interessant om te weten hoe je het moet doen. De Nederlandse sterrenvoetballer van Surinaamse afkomst, Jorginho Wijnaldum, wordt op zondag 16 juni 2019 door president Desiree Boutersen in het district Koroni gedecoreerd. Echter is er op de social media site Facebook veel speculatie en ruis ontstaan over de decoratie van de sterrenvoetballer. Ivan Graanoogs, coördinator van het district Koroni en DC Remy Tanadi, geven elk meer duidelijkheid over hetgeen zal plaatsvinden op zondag 16 juni. Jorginho wordt inderdaad in Koroni gedecoreerd. De president werkt dit weekend, dus vanaf vandaag, in het westen van het land. Hij is op dit moment in Saramaka, op weg naar Koroni en Ikeri. En dan zakt hij af zondag terug naar Koroni. En omdat hij zijn werkterrein over heel Suriname is en dit weekend is het allemaal, speelt het zich af in het westen van het land. En toevallig moet meneer Wijnaldum gedecoreerd worden. En het is natuurlijk geen toevalligheid, meneer Wijnaldum, zijn roots zijn van Koroni. Heeft de president besloten om, dan maken we een activiteit van de overheid in Koroni, op het commissariaat in het multifunctioneel centrum. En dan decoreren we die man met Surinaamse roots daar. En daarna gaat hij zijn partij toespreken in het partijcentrum van Koroni. Het is de planning die hij heeft, Saramaka, Koroni, Nikeri, het werkgebied van de president dit weekend. En hij is natuurlijk ook voorzitter van de partij. En hij spreekt dan in alle districten zijn partijgenoten toe. Die twee activiteiten hebben in feite niet zoveel met elkaar te maken, dan wel dat er één persoon is die daar centraal staat en dat is de president. Het zijn zijn activiteiten. Even voor de duidelijkheid, de decoratie van Wijnaldum staat eigenlijk los van de massameeting die wordt gehouden zondag. Volledig los van de massameeting. En ik begrijp, er wordt politieke linken gelegd,
Alles wat de president doet trouwens is politiek. Hij heeft een verkiezingsbelofte, 5 jaar terug. Hij implementeert het nu. Hij moet nu op weg naar de volgende verkiezingen natuurlijk de mensen gaan vertellen wat hij gedaan heeft, wat hij niet heeft kunnen doen, waarom hij het niet heeft kunnen doen en wat de stand van zaken is, hoe gaan we verder de komende periode. Zijn werkgebied is het hele land. Hij heeft niet besloten om Wijnaldum, want dan zou je het kunnen linken en zeggen, hé, dit is niet netjes. Dat hij zegt, ik decoreer Wijnaldum in het centrum van de NDP. Nee, het gebeurt in een gebouw van de staat, het commissariaat in Coroni. Ja, ik denk dat het een simpele zaak is. We moeten duidelijk het kamp aan het koren kunnen scheiden. Dat zijn twee aparte activiteiten. Ik kan er niks aan doen als president ook tegelijkertijd voorzitter is van een partij. Het is een toevalligheid dat er ook een andere activiteit is waarbij hij aanwezig moet zijn. Maar dat van Wijnaldum de formele plechtigheid, dat doen wij dan in de multifunctionele zaal van het commissariaat. Nogmaals, de president komt naar Coroni om een formele plichtplichting te doen door Wijnaldum, dus onze voetballer Wijnaldum, te decoreren. Daarnaast is hij voorzitter van een partij die ook een andere activiteit heeft. Dat is een toevalligheid. Dus het is niet zo dat beide activiteiten op één locatie worden gehouden. De decoratie is om 16:30 en die andere activiteit dat is om 19:00. In dit geval gaat het om een buitenlandse Surinamer, als ik het even zo mag zeggen. Er zijn ook andere Surinamers, sporters, die nog niet gehuldigd zijn door de president. Wat mogen we verwachten? Zullen die ooit wel eens gedecoreerd worden? Als we naar de track record kijken en we zouden even de 9 jaar in ogenschouw nemen, dan zouden we zien dat de president op gezette tijden Surinamers en aan Suriname geleerde roots mensen. Chucky is hier ook gedecoreerd door de president op een Carifesta activiteit. Begrijp je? Het was die activiteit en daarvoor is gekozen om het. Tyrant Spong is ook gedecoreerd en zo zou ik nog een aantal. Nesty is gedecoreerd. We zouden nog een aantal mensen kunnen noemen die gedecoreerd worden. Niet alleen sporters, maar ook anderszins. Suriname heeft grote mannen. Ik denk aan Miguel van Assen en dat soort dingen. Ze doen het prachtig in de wereld en zo. Chonayu, ik denk dat hun tijd voor decoratie ook in de pipeline zit. En zeker wanneer het van deze president afhangt. He is all sport-minded. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.